Tweeling, leuk je kijkt naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 32. En dat is van maandag 5 augustus tot en met zondag 11 augustus. Van de kaarten schud, we kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het, lieve tweeling, alsof deze week een week is waarbij je voor jezelf niet helemaal weet wat je nu eigenlijk wil. Dag 1 wil je A, dag 2 wil je misschien Z en alles wat daartussen zit. Je bent dus een klein beetje wispelturig en ik heb het idee dat je daar zelf ook een klein beetje klaar mee bent. Je lijkt dus echt tijd te nemen om voor jezelf knopen door te hakken, om echt te gaan kijken wat je nu nodig hebt. Ik heb alleen het idee dat je daar wel bij je nodige uitdagingen gaat krijgen. Alsof je bepaalde verleidingen hebt die je misschien van je doelen af gaan brengen. Op zich geeft dat niet. Probeer je doelen gewoon voor jezelf helder te maken. Op het moment dat je gewoon merkt dat ze nog niet helemaal iedere dag hetzelfde zijn, zou ik ze vooral uitschrijven en bijschaven waar nodig. En geef jezelf die rust om daar echt naar te kijken, om erover na te denken. En ga niet te snel, want op het moment dat je te snel gaat, heb ik nog niet het idee dat je naar je eigen gevoel gaat luisteren. Dit is alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.